Strikt geheim komt met de vraag: is Bruce Lee vermoord? Op 26 juli 1973 spraken martial arts legende Bruce Lee en zijn producer Raymond Chow over het script van een nieuwe film Game of Death. Later op de avond klaagde Lee over hoofdpijn en Chow vertrok naar een etentje. Bruce Lee nam 1 Equagesic, een bekende pijnstiller, en ging naar bed, maar hij zou nooit meer wakker worden. Bruce Lee had slechts 3 grote films op zijn naam en 6 dagen later zou hij zijn Hollywood debuut maken, maar op 32-jarige leeftijd werd Bruce Lee doodverklaard. De leidende Britse forensisch onderzoeker Donald Teer werd naar Hongkong gevlogen om de autopsie te doen. Hij vond iets dat de hersenen van Bruce Lee met 13% hadden laten opzwellen en concludeerde dat Lee was overleden aan pure pech. De pijnstiller was het enige medicijn dat ze in zijn lichaam gevonden hadden. Donald Teer concludeerde dat Lee's hersenen allergisch moesten zijn geweest voor een van de ingrediënten van Equagesic. Deze uitslag werd later controversieel. Bruce Lee's privédokter Donald Langford verwierp deze conclusie publiekelijk met het statement: niemand overlijdt aan 1 Equagesic-pil. De conclusie van de lijkschouwer was het begin van geruchten en speculaties naar hoe het mogelijk was dat de fitste man ter wereld kon sterven aan een alledaagse pijnstiller. Veel mensen vroegen zich af: is Bruce Lee vermoord? Complotdenker Saviant Hayes gelooft dat de hoofdverdachte van de moord op Bruce Lee Raymond Chow moet zijn. Hij was samen met Lee eigenaar van Concord Productions. Dit was een dochteronderneming van Chow's productiemaatschappij Golden Harvest. Hun werkrelatie werd beschreven als stroef. En er zijn geruchten dat Lee soms zijn zelfbeheersing verloor op de set. In de maanden voor zijn dood was Lee zelfs gestopt met het filmen voor Game of Death, zodat hij kon spelen in Enter the Dragon van Concord Productions. Deze film werd gemaakt in samenwerking met Warner Brothers. Is het mogelijk dat Chow zijn grootste ster heeft vermoord vanwege zijn verdeelde prioriteiten en omdat hij bang was dat Lee Hongkong zou verlaten voor Hollywood? De verdenkingen rond Chow begonnen al toen Bruce Lee 2 maanden voor zijn dood plotseling in elkaar stortte. Leden van het team informeerden Chow dat Lee bewusteloos was, maar in plaats van het alarmnummer te bellen, belde Chow zijn eigen dokter. Toen Bruce eindelijk in het ziekenhuis lag, zag een neuroloog dat zijn hersenen gezwollen waren. Dezelfde symptomen als na zijn dood. Toen Bruce overleed, heeft Chow ook geen ambulance gebeld, maar probeerde eerst zelf te reanimeren. Kan het zijn dat Chow Bruce Lee vergiftigd heeft? Na de dood van Bruce Lee kon Chow de andere helft van Concord Productions opkopen. Zo kreeg hij het volrecht over de 3 films die de martial arts legende onsterfelijk gemaakt hebben. Door zijn dood ontstond er een ongekende populariteit voor Bruce Lee films en Chow buitte deze markt uit. Hierdoor kwamen de films voor het eerst op de internationale markt terecht. Chow liet zien dat hij Bruce Lee niet eens levend nodig had. Hij publiceerde 5 jaar later namelijk de laatste film van Bruce Lee, met de ironische titel Game of Death. In deze film komt Bruce Lee maar 11 minuten voor. De rest werd opgevuld met lookalikes en zelfs echte beelden van zijn begrafenis. Golden Harvest domineert 2 decennia lang de filmindustrie in Hongkong, omdat er geen concurrentie meer was. Een andere verdachte groep voor de moord is de eeuwenoude criminele organisatie, de Chinese Triads. Geruchten gingen dat de Triads nauwe banden hadden met de entertainmentindustrie. En toen Bruce Lee weigerde beschermingsgeld te betalen, zou hij zijn geliquideerd. De Chinese filmindustrie werd bedreigd door Bruce Lee's populariteit en hij revolutioneerde de actiefilmindustrie in zijn eentje. De studio's die Lee niet konden betalen draaiden verlies. Het is denkbaar dat de producenten uit de Chinese filmindustrie, mogelijk met hulp van Chow, de Triads hebben betaald om Bruce Lee te vermoorden. Maar zelfs voor zijn carrière had Bruce Lee al vijanden gemaakt omdat hij in Amerika een sportschool opende waarin hij leerlingen van alle etniciteiten toeliet. Lee werd beschuldigd van het prijsgeven van oude Chinese geheimen door ze te delen met buitenlanders. Hij werd uitgedaagd tot een gevecht door martial arts meester Wong Jack Man. Als Lee zou verliezen, werd hem verboden Chinese martial arts te leren aan Amerikanen. Ondanks dat Lee het duel won, bleven zijn acties veel besproken en afgekeurd. In 1985 verscheen in het martial arts magazine Black Belt een artikel over de mogelijkheid dat de dood van Bruce Lee een late reactie op dim mak was. Ook bekend als de slag des doods. Een martial arts techniek waarbij drukpunten worden geraakt die kunnen leiden tot een vertraagde dood. Er werd ook gespeculeerd dat een onbekende kung fu meester maanden voor Lee's dood de dim mak op hem had uitgevoerd. Dit zou hij hebben gedaan omdat hij boos was over de manier waarop Bruce Lee de martial arts populair maakte onder de gewone mens. Ondanks de mythes over de techniek is nooit bewezen dat die ook echt bestaat. Zelfs in 2006 kwamen er nog theorieën over de dood van Lee naar boven. De Amerikaanse dokter Filkins suggereerde dat Bruce Lee leed aan een epileptische aandoening, die pas 20 jaar na zijn dood ontdekt is. De aandoening, bekend als SUDEP, is verantwoordelijk voor 5 tot 30 30% van de sterfgevallen van patiënten met epilepsie. Vaak voorkomend bij mannen tussen de 20 en 40 die door de aandoening een beroerte krijgen, waardoor het hart en de longen ermee stoppen. Of Bruce Lee nou stierf aan epilepsie of door een moord, zijn schokkende dood doet niets af aan zijn korte maar heftige filmcarrière. Tot op de dag van vandaag wordt hij bewonderd voor zijn kracht, kunsten en zijn filosofie. En voor het zijn van een legende die een brug sloeg tussen Oost en West. Het teken van de duivel. Ben jij nou benieuwd naar dit teken? Klik dan op deze video of kijk voor het linkje in de videobeschrijving. Check ook mijn kanaal voor nog veel meer strikte geheimen en dan zie ik jou de volgende keer. Bedankt voor het kijken.